Gisteren is internationaal de Dag van Onschuldige Kinderen als slachtoffer van agressie herdacht. Deze dag is speciaal voor kinderen die het slachtoffer zijn van fysieke, mentale en emotionele mishandeling. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft ook aandacht besteed aan deze dag door een informatieve film te publiceren. Het ministerie zegt dat deze dag gezien moet worden als een bevestiging van de Verenigde Naties om de rechten van het kind te beschermen. Deze internationale dag is door de VN ingesteld op 19 augustus 1982 om de Palestijnse en Libanese kinderen te herdenken die slachtoffer zijn geworden tijdens de Israëlische-Libanese oorlog. In die oorlog zijn veel onschuldige kinderen om het leven gekomen. Kinderen verdienen het om gelukkig, gezond en veilig te zijn.